Welkom. We gaan vandaag kijken hoe we genen kunnen uitzetten door middel van RNA-interferentie, gene silencing heet het ook wel op zijn Engels, veel Engelse termen toch wel in de wetenschap. We beginnen hier gewoon in de celkern met dubbelstrengs DNA, dat wordt door RNA-polymerase, wordt daar van een bepaald gen pre-mRNA van gemaakt en dat pre-mRNA, dat is iets speciaals mee aan de hand, een deel van het mRNA is namelijk complementair. Dus als de omstandigheden goed zijn, dan klappen die tegen elkaar dubbel en dan vindt daar basisparing plaats. Op dezelfde manier zoals dat ook in het DNA gebeurt. Dat wordt gezien door bepaalde eiwitten, bepaalde andere eiwitten, enzymen. En die knippen dat stukje, die haarspeld zeg maar, knippen ze los. En een enzym, een eiwit, pakt dat dubbelstrengs RNA en vervoert dat naar buiten de kern. Dubbelstrengs RNA hebben we dan. We kunnen het ook zelf maken, dan heet het siRNA. SI staat voor gesynthetiseerd RNA. En op deze manier, als wij het zelf maken, dan kunnen wij als wetenschappers kunnen bepaalde genen stilzetten. Maar veel planten kunnen dit dus zelf. In het cytoplasma zit een eiwit en dat eiwit dat heet de Dicer. En Dicer die knipt dat dubbelstrengs RNA in hele kleine stukjes van 21 basisparen ongeveer. Heet dan micro-RNA. Dus veel verschillende soorten RNA zien we hier. Dat micro-RNA dat bindt met een bepaald eiwit en dat eiwit gaat samen met dat micro-RNA op zoek. Op zoek natuurlijk, het gebeurde puur toeval, naar een functioneel stuk mRNA wat klaar is om afgelezen te worden door een ribosoom. En dit deel van 21 basisparen dat past precies op een stuk van het mRNA. Dat kan hier zijn, kan ook daar zijn, maakt niet zoveel uit. Want op het moment dat dat eiwit met dat miRNA gebonden heeft met dat functionele mRNA, dan wordt dat herkend als rotzooi in het cytoplasma en dat leidt tot afbraak van dit functionele mRNA. Dus wat gebeurt er? Dit mRNA wordt niet meer afgelezen, het eiwit wordt niet gemaakt. En in veel gevallen zien we dat RNA-I, wat ik hier dus net uitleg, dat gebeurt bij mRNA wat virus-RNA is. Dus wat dat virus hier probeert, is zijn eigen eiwit te vormen, zodat het weer virusdeeltjes kunnen vormen, zodat het de nieuwe cellen kan infecteren. Alleen deze cel heeft daar iets op gevonden. En dit verklaart erfelijke immuniteit voor virussen erg goed. En planten kunnen dit dus doorgeven, want het zit tenslotte op het DNA. En dus dit is erfelijk. En planten die dit hebben, cellen die dit hebben, hebben een hogere overlevingskans, want die kunnen deze virus-mRNA uitzetten. En behalve dat het erfelijke immuniteit verklaart bij veel planten, schimmels. En we komen er ook achter dat dit een heel goed gereedschap is voor wetenschappers. Om te kijken wat gebeurt er nou als we een bepaald gen uitzetten. Dat kan namelijk ook op deze manier. En dit is veel makkelijker dan dat we hier op het DNA gaan werken. RNA-interferentie, state of the art. Dit wordt erg veel gebruikt in de wetenschap. Dit wordt erg veel gebruikt op universiteiten. Leuk om eens een keer hier mee aan de slag te gaan. Op deze manier, theoretisch weliswaar. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Succes!